Vrienden, we moeten het eens eventjes hebben over de Jinek. Ja, de Jinek. Ja. Kijk, daar gebeurt eigenlijk hetzelfde als met Humberto Tan. Ik heb eventjes de kijkcijfertjes nagekeken. Hè? Dus het programma wat voor de Jinek zit, hè, dat scoort dus heel veel hoger dan bij haar. En bij, als zij dan komt, dan lopen er dus ongeveer ruim 300.000 mensen die lopen weg. Woep, weg bij de Jinek. En bij Vandaag Inside gebeurt het omgekeerde. Want daar komen 250.000 mensen bij als die beginnen. Ja, dat is verschil. Enorm verschil. En dat komt ook vooral omdat ze bij RTL, net als bij Humberto Tan, gaan ze zich weer bemoeien met de inhoud. Dat zie je gewoon bij die Jinek. Ja, die, bij RTL denken ze te weten, maar bij Talpa ook trouwens hoor. Bij RTL denken ze te weten wat jullie en ik, wat wij leuk vinden. Hou op, tuurlijk weten ze dat niet, dat denken ze. Ze denken van, oh ja, gewoon een beetje leuke, populaire onderwerpjes. Dat vreet het volk wel. Nou, vrienden van RTL, dat vreet het volk niet. Wij hebben daar gewoon helemaal geen zin in. En die arme Jinek, die wordt meegesleurd in al die verkeerde keuzes van die onderwerpen. Goed, zo zit dat dus. Dat is één, bij die Jinek. Maar twee is bij die Jinek, dat die Jinek heeft besloten om, zeg maar, ook ontzettend te gaan lopen deugen. Ja, oh, zij is ook eigenlijk een voorbeeld van het nieuwe deugen. Ja, weet je, politiek correct staat bij haar ook helemaal in neonletters op de voorhoofd. Nou, en dat zie je dus ook. Ja, er komen altijd weer D66 komt aan tafel en GroenLinks komt aan tafel. En die krijgen geen kritische vragen. Niks. D66 niet. Nee, er wordt allemaal vrolijk meegewauweld. Maar komt daar bijvoorbeeld Harry de Tieteman? Ja, daar hebben we hem weer. En die komt daar dan vertellen van, ja, nee, ik mag gratis naar Qatar en die man is er blij mee. En die wordt dan verschrikkelijk aangepakt, weet je wel. Want dat, ja, dat durft de Jinek dan wel, hè. Maar niet bij D66 en GroenLinks. En nu hebben we weer zo'n voorbeeldje gezien. Ja, wat zagen we nu gebeuren? Dan komen er dus demonstranten. Die komen die studio in. Nou, dat slaat al helemaal nergens op. En mijn wantrouwen is gelijk gewekt. Want ik denk, ja, die kijkcijfers, dat gaat maar omlaag, omlaag. En hoe krijgen we die weer een beetje zo? En hoe krijgen we publiciteit rond het programma? En ja, dan douwen we er maar een paar demonstranten in over Qatar. Weet je wel, en dat doen we net wel, oh, alsof we een beetje geschrokken zijn. Heel slecht toneelstukje trouwens, als dat allemaal gescript is. En dat vermoeden heb ik, vrienden, want John van de Heuvel zat daar. John van de Heuvel, die wordt beveiligd, werkelijk, nog beter dan de minister-president. En hij zit daar en dan denk je dat er zomaar mensen even binnenkomen daar, die zomaar eventjes leuk is. Zouden wel een pistool kunnen hebben en hadden ze een beetje rond kunnen gaan lopen schieten. Nee, dat. En dan de beveiliging van het programma zelf. Die laten ook dit soort mensen gewoon allemaal maar toe. En die kunnen gewoon maar rustig opstaan en daar aan zo'n scène beginnen. Nee, en wat gebeurt er dan? Dan zien we dus weer deugende de Jinek. Die heeft daar dan begrip voor. Die zegt van, ja, nee, ik begrijp wel dat jullie hier staan. En wij vinden het ook allemaal heel erg van Qatar. En ja, nou en, hey, in plaats dat je tegen die lui zegt, en flikker even op. Zo de mieter op.
Kom niet in mijn uitzending, heb ik je uitgenodigd. Nee toch? Ga weg. Ja, boem. Roep iemand van de beveiliging en weg met die gasten. Nee, we gaan mee zitten piepen en meelopen deugen. En oh, wat hebben we hier een begrip voor. Beste vrienden, vanaf nu spreken wij af. Wij nemen die Jinek niet meer serieus.